Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit hele toffe frame. Ik heb er een heel leuk idee mee, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal, is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. De pakketten gaan de laatste tijd heel erg snel, dus wil je het niet missen, wees er heel snel bij. En je kan eventueel ook de gewenste kleur aangeven. Dus wil je een andere kleur ontvangen, kan je dat ook aangeven. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Wil je nou op de hoogte blijven van welke video's er binnenkort online komen? Wat ik allemaal doe, wat ik inkoop, wat ik nieuw binnenkrijg? Kan je me ook volgen op Facebook of Instagram? Ik zal het even hieronder neerzetten waar je me dan kan vinden. Dan zie je al soms wel een beetje van wat er gaat komen. Dus dat gezegd hebben, gaan we nu echt gauw beginnen. Ik heb een heel tof frame. En dit frame is heel mooi luchtig. Je kan aan de onderkant inkijken. Aan de bovenkant kan je doorheen kijken. En dat maakt het me heel leuk. Want het is ook leuk om dan op tafel te zetten. Omdat je dan toch een beetje een licht effect krijgt. En dat wil ik ook zo houden. Dus wat we gaan doen, we gaan een hangend arrangement inmaken. Waardoor je er echt aan alle kanten weer doorheen kan kijken. Heel erg tof. Laten we gauw gaan beginnen. We gaan een mooi zomers en romantisch opmaken. Erg gewild bij jullie. En dat gaan we vandaag natuurlijk doen. Ik heb een oasisbol. En die gaan we eerst bevestigen. Zodat ze het touwtje er straks aan kan hangen. Maar dat doen ze even op een speciale manier. Want als je gewoon het touwtje doorheen trekt, dan trek je hem er helemaal doorheen. En vooral als er gewicht op komt. Dus we moeten even zorgen dat het touwtje er vast in blijft zitten. Dat doen we als volgt. Ik ga straks ook met schelpen werken. Dus je zoekt even een schelp uit. Nou, het mooiste is als je een beetje lange, dunne schelp hebt. Je kan er ook gewoon een gaatje in maken. Dus dat je zo'n schelp pakt en dan eventjes een gaatje erin maakt. Dat het mooi zo plat erop kan. Kan ook. Hier doe ik even een touwtje omheen en die knoop ik eraan vast. Zoals je kan zien heb ik het schelpje eraan vastgemaakt. We hebben straks mooi een weerhaakje. En dan maak ik even een haakje met een touwtje. Dan kunnen we hem daarmee er doorheen doen. Soms zit er al net zo'n rondje, daar doe ik hem in. Steek ik hem doorheen, dat hij er midden doorheen komt. En dat trek ik hem dan door. En dan blijft hij hangen op het schelpje. Dan heb je hem gelijk op een nette manier weggewerkt. En daarmee kunnen we hem straks dan bevestigen. Deze kan dan nu af. En deze gaan we mooi vullen met mooie materialen. Ik kies voor mooie, heel veel trossenroosjes, gipskruid. Maar ook leuke schelpen, want ik wil een mooi zomers opmaken. Ik steek hem mooi compact op. En dat doe ik met verschillende materialen. Ik verdeel alles goed, dus ik kijk even wat voor materiaal ik allemaal heb, welke kleurtjes. En daarmee steek ik hem dan mooi vol. Straks komen dus ook schelpen tussen. Je verkijkt je er vaak op hoeveel bloemen er in zo'n bol gaan. Maar ik vind het wel mooi als die mooi rijk gevuld is. Het zal echt een plaatje worden. Ook heel erg tof trouwens voor bijvoorbeeld een bruiloft. Ik heb verschillende trosroosjes en die steek ik er rondomheen. Ik verdeel ze dus op kleur. Thank you.
Zoals je kan zien is de bol mooi gevuld. Hij is echt al prachtig. Dan doe ik daartussen nog een klein beetje gipskruid. En ik lijm er allerlei verschillende schelpen tussen. Die passen in pastelkleuren heel erg mooi bij. Het zijn ook allerlei verschillende vormen. En dat geeft een heel leuk effect. Ook die kleurtjes erbij echt heel erg mooi. En maakt het gelijk mooi zomers. Het is niet moeilijk, maar het is wel mooi om het allemaal echt op één hoog te steken. Zodat de bol echt mooi rond blijft. Hou dat dus goed in de gaten. Het gipskruid maakt het nog liever en romantischer. Zo, de bol is mooi gevuld. Ik heb er wat gipskruid tussen gedaan en nu lijm ik de schelpjes ertussen. Ik heb verschillende soorten en kleuren dus en die lijm ik er gewoon een beetje bij tussen. Soms hebben ze ook, ja, kan je ze er eigenlijk ook gewoon zo in het steekschuim een beetje steken. Maar ik doe ze een beetje tussen, geeft wel een leuk effect en vooral de verschillende soorten. Dan is het tijd om de bol erin te hangen. Hou er rekening mee dat als je hem net hebt gestoken dat hij nog iets kan lekken. Dus zet er eventjes een schoteltje onder of hang hem er iets later in dat je hem even uit laat lekken. Dit zou eigenlijk vooral zijn na het steken, maar dat houdt vrij snel alweer op. Want dat hij, ja, de bol van Oase houdt het water eigenlijk heel goed vast. Ik denk ook dat deze heel mooi zal gaan indrogen met al die trosroosjes. Maar echt prachtig. Ik ga hem erin hangen. Kan je gewoon doen door een knoopje erin te leggen aan de bovenkant als je hem op hoogte hebt, op gewenste hoogte hebt. En dan zit hij eigenlijk gewoon goed vast, omdat je hem aan een ring vast kan maken. Kijk, prachtig. Gaat geen kant meer op. Ja, en ik vind het weer een toppetje. Zomers, lief, romantisch, maar ook heel sfeervol en ja, open door de manier van werken met zo'n bol in zo'n frame. Omdat hij aan de onderkant luchtig is, je kunt er van alle kanten, ja, het mooi zien. Dus ook heel leuk op een tafel waar je helemaal mee in kan zitten. Want hij blijft gewoon van alle kanten mooi. Gaat best wel veel in zo'n bol, maar echt heel erg leuk om te maken. Hè? Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelnaarbloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont. Het pakket komt compleet gewoon naar je toe. En wees snel bij, want op is op. En ze gaan met erg snel. Dus wees snel bij. Nou hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Heel erg leuk. En heb je iets gemaakt? Deel het op Facebook of Instagram. Tag mij. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En ik vind het gewoon super leuk om te zien wat jullie allemaal hebben gemaakt. Naar aanleiding van mijn video's. Laten we de positiviteit van bloemen verspreiden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zien we volgende week weer. Doei!